Goedemorgen. Nou, nieuwe dag en ook nieuwe vlog. En deze keer ga ik iets verder van huis. En ja, met mondkapje en zo. Want ja, we gaan naar Limburg. Dus, en ik laat jullie later zien en onderweg waar ik heen ga en waarom. Ja. Zo, ik ben in Kerkrade. Woehoe. Nou, ik heb gelezen dat het te lopen is. Nou, ga ik gewoon doen. Ja, we zijn er bijna. In kasteel Ehrenstein. Nou, hier naar rechts. Ergens. Ik ben heel benieuwd. De foto's zeggen magische foto's. En een van de mooiste kastelen die er nog zijn. Ja, kasteel, nou, daar moet Leon heen, toch? Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie ook. Yes, eindelijk de ingang gevonden. Nou, kijk zelf maar wat je ervan vindt. Maar dit is de voorkant. Voor vannacht. Nou, helaas slaap ik niet in het kasteel, helaas. Kijk hoor. Ik weet niet eens waar. Kijk. Wat is dit? Ah. Dat ziet er proper uit. Dit ziet er heel netjes uit vergeleken met de rest. En dan hier. Ach, nog een aparte toilet. Oh ja. Douche, badje, perfect. Ja, wat je op tv ziet en op de foto's, het is waar. Kijk eens naar wat gaaf. Het landgoed van Ehrenstein. Wauw. Nou, het is dus het grote kasteel. Er gaat niks boven een lekker ijsje. Toch? In Limburg is de enige plek waar je kleine watervalletjes hebt. Wat een mooi geluid. En tegenover me allemaal koetjes. Kijk, daarachter, die witte. Ja, dit zie je alleen maar in Limburg, denk ik, hè. Paasjes, schaapjes. Nou, ik heb een probleem. Ik heb gehoord gekregen dat ik morgen moet gaan werken. Eerste terrasdag van het jaar. Gereserveerd en wel. Heerlijk, lekker biertje. Het gaat niet heel goed. Nou, we zijn bij het kasteel. Het ziet er heel schoon uit. Echt heel mooi. En dan, ziet er mooi uit, toch? Nou, ik ga kijken of mijn tafel klaar staat. Ik ben benieuwd. Heerlijk gegeten. Buikje zit vol. Ik moest lang wachten op mijn hoofd- en nagerecht. Een wijntje van het huis gekregen. Schubli. Nou, als je ziet, wordt deze kant ook groente verbouwd. En daar zo is een klein kasteel of een landhuis. Ik ga proberen om daar in de buurt te komen. Het is heel raar, maar hier wordt gewoon groente verbouwd. En niet een of ander, maar dat gebouw waar ik naartoe wou, is dus leeg. Kijk nou, er zit een hek voor. Ik lees nu net, in het Stuwmeer, in het Anstolvallei, is hier niet altijd geweest. Pas in de jaren 70 is er min of meer een kunstmatig aangelegd. Cool. Nou,
Even kijken. Het is zo mooi tussen stad en land. Heb je opeens dit. Vet is dit. Dit werd gebruikt om overtollig regenwater in het hoogseizoen op te vangen. Waardoor er dus geen hoog water kwam. Dus dit bestaat nog maar 50 jaar dit. Vroeger was dit gewoon een vallei die heel diep was. Is het er niet meer. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Ik heb een paar onderdelen weg moeten halen omdat ik het niet interessant vond. En ook niet dat hij dan te lang wordt. Hij was wel te lang. Dus, nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad met deze vlog. Ja, ik ga binnenkort weer ergens heen. Ik probeer elke week ergens heen te gaan. Ik ga jullie wel verklappen dat het binnenkort Valkenburg wordt. Dus waar ik twee mooie heuvels ga beklimmen. Dus wil je het niet missen? Nou, volg mij dan. Of geef een likeje eraan dat je het leuk... Een hartje. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!